gotta get up. Ik weet niet of jullie mijn video kletsen tijdens het opmaken gezien hebben, maar daar heb ik verteld dat ik vandaag naar de esthetica beurs ging met de klas en het was super leuk. En we hebben zo een shoptas gekregen waar esthetica op staat. Ik vind het een hele mooie tas. Het is misschien wel leuk als beachtas of zo. Ik weet nog niet precies voor wat ik het ga gebruiken. En ik heb al een aantal dingetjes gekocht, niet super veel, maar ik vond het toch wel voldoende om te laten zien wat. En daarna toen we in de bus zaten, zag ik dat een vriendin het Naked 1 palette had. En ik dacht van, oh, die van Urban Decay, de bekende Naked palette. En ik dacht van, wow, waar heb je die gezien? Want de beurs was heel erg groot, er waren super veel verdiepen, het was heel erg druk. Want ik heb het Naked palette zelf niet gezien, anders had ik het zeker gekocht. Ik had 20 euro bij en daar kostte het 17 euro. Ik weet, dat is heel goedkoop, want normaal gezien kost het volgens mij iets in de 40. Ik ben niet zeker, maar... ja, ik vond het raar dat het daar zo goedkoop was. Maar als ik het gezien had, had ik het zeker gekocht. Want het is zo'n mooi palet. Maar ja, ik zal nu laten zien wat ik gekocht heb. Je kon er zo gratis boekjes meenemen van alles. Van beauty en zo. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik kijk er wel eens in. Nou, ik ga je dus nu laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb alles in dit zakje gedaan. Op het zakje staat een soort van gebouw. Maar dat is niet belangrijk. Als eerste heb ik een mascara gekocht van het merk Yes Love. En daar heeft mijn nichtje Zina twee nagellakjes van uit Portugal. Maar Yes Love verkochten ze daar ook op de esthetica beurs. En dit vind ik een heel erg mooie mascara. Ik zal er ook nog wel een review van online zetten. Dit is het borsteltje. En ik vind het omhulsel ook heel erg mooi. En ik weet niet juist hoeveel dat die kostte, maar samen met het andere product wat ik van Yes Love gekocht heb, was het 3 euro. Dus ik denk dat het wel heel goedkoop was. En het andere product wat ik van Yes Love gekocht heb, is geen nagellak, maar een lipstick. En dat vind ik wel een heel erg mooie verpakking. Wil je hier een review van zien, laat het dan ook zeker weten in de comments. En dit vind ik een hele mooie, ja, rozige kleur. Super mooi. Dus voor deze twee producten samen was het 3 euro. Dus dat was echt wel heel erg goedkoop. Je kan er ook nagelwielen kopen en zo. Maar ik heb die toch, dus dat heb ik niet gedaan. En dan heb ik nog voor 1,50 euro een heel klein nagellakje gekocht van Classics Nail Lacuur. Een hele mooie kleur. Hij lijkt misschien niet mooi, maar we hadden hem uitgetest op mijn vriendin haar nagel. En hij is super mooi. En je kon je daar ook laten schminken door visagistes en je kon je nagels laten doen en wimper extensions laten zetten. Maar dat heb ik allemaal niet gedaan, want we hadden niet zo super veel tijd daarvoor. Maar ik heb wel nagelstempels laten uittesten. Dat waren super grote platen, dat was heel erg chic. Zoals Conad een beetje, voor degenen die dat kennen. En op twee nagels had dat meisje het gedaan. En ik vind het super, super mooi. Ik zal even een close-up laten zien. Hier heeft ze dus het stempeltje gezet en ze heeft rode nagellak ervoor gebruikt. En hier heeft ze ombre gedaan met sponsjes. En ik vond het echt heel erg mooi en speciaal. En dan ga je denken, wat heb je nog voor verschillende kleuren op je nagels? En zo heel lelijk gelakt. Ja, een paar vriendinnen van mij hebben ook nog wat lakjes gekocht en ze wou die uittesten. Dus ik was de kandidaat, zeg maar. Ze hadden even de lakjes op mij uitgetest om te kijken of ze mooi vonden om te kopen. Dus daarom dat ik nog nagellak op heb. Ik vind dit zo mooi dat ik denk ik de rest van mijn nagels gewoon rood ga lakken en dit erop ga laten, want ik vind het heel erg speciaal. Deze stempels werken heel goed. Voor dat hele setje was het 60 euro. Dat vond ik een beetje veel en daar had ik ook niet bij. Maar dat heb ik dus niet gekocht, want ja, dat vond ik veel. En ja, het was wel heel erg chic en ze werken goed, want het stempeltje is er heel perfect op gegaan. En ja, ze kon dat ook heel erg goed. Zo, dit was alles wat ik op de esthetica beurs gekocht heb. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik jullie snel weer. Doei!